ook gewoon niks zeggen, hè? Is het... Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Knol Power! Dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. En je wil niet weten hoeveel speeksel ik al heb gedropt op mijn mic gewoon. Die zitten af en toe helemaal onder van hoe enthousiast ik de intro doe. En hier, strontkat, wat zie jij nou te kijken? Alsjeblieft, vreet die vis maar lekker op. Anyways, ik ben hartstikke vrolijk. Ik ben samen met... Hey, Jamie! Hey! Die was even verstoptje aan het spelen. Wij hebben een heel erg leuk idee. Ja. Dat is namelijk het volgende. Jeremy heeft nog een huis nodig. Ik ben zwerver. I live on the streets. Op dit moment wel. Daarom heb je ook die zak over je kop. Oh, nou. De... Nee, that's my swag. Die is echt super cool, man. Echt waar. Je hebt een coole skin. We gaan even een huis voor jou maken. Maar jij mag het bepalen. Ik bedoel, het is jouw huis. Het is mijn osso. Dus... Wat voor huis wil je hebben? Wil je het van wol hebben? Dat het gewoon echt in de fik kan gaan? Nee. Wil je het waterbestendig hebben? Dan heb ik hier sponsjes. Nee, want ik ben zeg maar de traanman. Het mag water bevatten, weet je. Oh, dus jij wil natte sponsjes hebben? Oh, nee, wacht. Ik wil een ijshuis. Hebben we ijs? Oh, ja, gast. Volgens mij hebben we ijs. Ik heb dat ooit een keer meegenomen. Ijs en quartz. Ja, ik heb... Oh, nee. Dit is light blue. Ik heb hier alweer light blue. Oh, dat is... Oh nee, dat beklas nemen we mee. Ja, maar dit lijkt best wel op ijs, kijk. Ja, dat nemen we ook mee. Nou gaat dat niet... Oh, jammer. Oh, sorry. Oh, ik ben het aan het verspillen, denk ik. Ik weet die niet. Oh, hou me ook tegen. Het is verslavend. Ik wil dit niet kapot maken. Oh nee, Jamie, het staat allemaal kapot. Oh. Oké, okay, ik ga niet meer met jou werken. Niet te doen. Nee, ik heb 3 stacks, man. No worries. Oké, okay, ik heb er eentje even gejat met van je. Oké, okay, we hebben ijs nodig. Ijs. Dat hebben we waarschijnlijk niet. We hebben het ooit gehad, man. We had it. Boven, hebben we het boven niet? Hebben we boven? Sneeuwballen. We hebben wel sneeuw. Oké, okay, dat mogen we ook gebruiken. Ja. Wat? Hier zitten pokeballen in. Lol, 15 enderpearls, what the fuck? Oké, okay, ik neem het sneeuw hier mee. Oké, okay, cool. Ja, wow, wat was dat? Oh, een jukebox. Wil je die ook hebben in je huis? Ja, ja. Ja. Sowieso, keiharde swag. Ja, ja! Ja, jongen, tuurlijk. Kerel. Ah, poep dit! Bami! Dit is zo moeilijk, hè? Het is echt serieus hartstikke moeilijk om gewoon met iets te komen. Ja, maar ik ben ook alweer vergeten wat ik de vorige aflevering heb gezegd, hoor. Ja, ik ook. Hey, eventjes kijken, hè? Want, oh, hier is mijn fishing rod gebleven. Ik heb wel quartz gepakt. Oh, hier zit gewoon allemaal shit in, man. Ik wil diamond blocks gebruiken. Oh, dude, jij was toch al je armor kwijtgeraakt de vorige aflevering? Mhm. Oké, okay, begin jij maar aan je huizen. Hier, ik drop alle items. Ja. Hier, wow, alsjeblieft. En dan ga ik voor jou een verrassing maken, ja? Verrassing? Verrassing. Oké, okay. Oh, ik heb wel tools, cool, dus die hoef je niet te pakken. Oké, okay, nice. Ik ga een verrassing voor Jamie maken. Spannend. Oké, okay, maar waar mag ik mijn huis maken? Dat is misschien wel handig. Ja, dat mag je helemaal zelf. Jongen, gast, je hebt je strepen verdiend. Dus je mag zelf een landstuk claimen. Oké, okay, maar dan moet ik ook dirt hebben. Oh shit, waarom maak ik een helm? We hebben zoveel helmen enchanted. Oh my god. Oké, okay, ik ga dan even een stuk land maken. Hier. Maken, hè. Maken, dat is helemaal goed. Ja, oké. Okay. Dat past niet meer. Hoppakee. Met wat? Ga je dat met dirt maken? Of weet je wat? Ik verras me, weet je wel? Ik ga jou helemaal verrassen. Ik ga... Het huis wordt in de vorm van een traan. En dan gaan de kijkers wel een cijfer geven. Dus nu kom je wel onder druk te staan, hè? Nee. Totaal niet. Je bent I live gewend for this. You live for this moment. Ja, dit is mijn ding. Oké, okay, even kijken. Deze, en kan dan deze er nog op? Dames en heren. Ik hoop wel dat je wat goeds maakt, hè? Tuurlijk. Oh, kut, wat doe ik? Dat moet ik helemaal niet hier doen. Ik ben zo'n noob af en toe. Hey, Enzo, waarvoor is dat hok wat daar altijd al staat, met niks erin? Met niks erin, dat is heel knap. Er dat is net zoals een patatje met zonder mayo. Nou, hou eens op. Er zit zeg maar voor het huis van Sam, staat een soort van hok met een dak erop, met iron bars eromheen en er zit niks in. Wow, dat is gek. Ik haal het weg. Haal het maar weg. Hier komt mijn huis. Haal het maar weg. Zojuist bepaald. Hier komt mijn huis. Mijn eigen plek. Is dat een liedje? Ja, het klonk wel zo, hè? Ja. Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
Er is wel iets in die tune, zeg maar. Van hier staat een huis. Een vreugde. En al we ongerust. Oh ja, vandaag is rood. Nee jongen, ik had een compleet andere. Dat is toch niet die melodie. Oh, ja, we gaan een wedstrijdje doen. Ik neurie 3 liedjes. Jij neurie 3 liedjes. Okay. En dan... Oh, dit trouwens. Waarom slopen dat? Dit was het huis. Nee, dit mag je wel slopen. Dit was eerst de plek voor de teringtubbies. Oh. De villagers. Maar die disbanden, disrespecten ons. Nee, die despanden hier de hele tijd. Dus we hadden niks meer aan. Maar dit is wel een mooi plekje inderdaad om een huis te bouwen. Ja, het is mijn huisplekje. Zit hier nog iets in? Nee, helemaal niks. Oh, niet weghalen, want ik heb geen... Zit een silk touch in de kist binnen? Oh ja. En dan kan ik hem weer oppakken op die manier. Nou, ik laat hem wel gewoon even staan. Het staat wel mooi daar. Maar anyways, 3 liedjes neurien. Oké, ik begin wel, ja? Ja, is goed. Mystic, it's fantastic. You're my bike girl. Yeah. Oh, episch, episch, episch. Ik heb een neurie die je kent. Oh, what the fuck? Deze deur bukt hem fucking hard, ouwe. Dirt? Huh? Nee, de deur. De deur. Ja, deze deur is echt super space te aan doen. Ja, maar niet uit. Oké, ben ik? Ja, jij bent. Oké, moet ik even snel. Wat? Als je die niet kent, het is wel erg. Nog één keer. Ja. Oh my god, oh my god. Je kent hem wel, jongen. Nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Dat is iets heel anders. Ik ken alleen dat stukje eigenlijk. Dus, nou, zeg het maar, ik weet het niet. Het is You van Day. Oh my god. Oh my For god. Real? Oh my god. Als Day het ziet. Sorry Day. Oh. Laat het maar niet zien. Hashtag Rip Enzo nu. Ja. Rip Enzo. Fuck. Hey, hoe maak je ook weer een anvil? Er staat een anvil. Die heb ik gemaakt. Die is kapot. Nee, ik heb ze beneden gezet bij de enchanting room. Oh, for real? Ja, dat vond ik wel handig. Wat stom van mij. Oh, ik heb even levels nodig, maar dan ga ik wel even naar de farm toe. De farm? Naar de farm. Lekker weer lekker farmen. Hé, hey, lekker farmen, jong. Lekker farm. Hartstikke ik mooi, maak een heel open huis, zodat alle mensen een beetje kunnen koekeloeren. Ja, en dat het regen naar binnen valt. Nee, jongen. Oh. Nee, grapje. Ik weet het eigenlijk niet. Ik maak gewoon niet. Oké, cool. Nou, jammer dat dit trouwens ook geen XP oplevert. Dat had eigenlijk wel gemoeten, dat je al die aardappels weghaalt ook. Farmen. Ja, ook al is het maar 1 XP. Hé, je hebt toch ook een soort van XP bar waar je gewoon letterlijk ziet hoeveel XP punten je hebt? Dat is toch ook zo'n soort mod of zo, of niet? Nee, geen idee. Ik gebruik echt nooit mods. Nee, ik ook niet. Maar sommige mods zijn best wel leuk, heb ik begrepen. Ja, er is zo'n mod dat je zeg maar, dat is de enige mod die me chill leek. Ja. Yeah. Als je zeg maar op een bepaald blok slaat, dat die gelijk switcht naar die tool waarmee je die blok kan hakken. Nog één keer. Zeg maar, dit is een mod. Ja. En dan als je zeg maar bijvoorbeeld je slaat op dirt, dan pakt hij automatisch de schep. Als jij slaat op wol, pakt hij automatisch een schaar. Wat? Ja, dat is de switchy mod. Dat is super chill. Holy shit, maar dat is toch wel een beetje cheat eigenlijk, hè? Nee, want als je het allemaal in je toolbar hebt, waarom zou je dan scrollen? Ik bedoel. Ja, het bespaart wel tijd. Ja, inderdaad, heel veel tijd. Holy shit. Ah, dat is wel nice. Oké, nou moet ik toch nog even naar de onderwater tempel. De Knolpower Tempel. Ja, ik bedoel de andere tempel, de Enchantment Tempel. Oh, oké. Ja, nou, daar staat het dus. Oh my god, ben je dood? Je bent echt noob. Ook gewoon niks zeggen, hè? Is het? Rustig, man. Gelijk agressief. En zo. Wat doe je, man? Ben je gevallen op dat kutstuk? Hallo?
Dit is awkward. Enzo is dood. Dat riep ik. Hallo? Hallo? Nu heb je helemaal geen XP meer. Hallo? Ik ben fucking boos. Ja, nu heb je helemaal geen XP meer. Ik ben fucking boos. Ik vind het niet meer leuk. Dat plasje lag er ook echt heel onhandig. Daarom ging ik ook met de ladder vorige keer. Dat was zo stom. Ik had zoveel level. Ik was bijna weer level 30. Ik wilde van jou iets goeds maken, ja? Okay, man. Ik wilde van jou iets goeds maken. Je faalde. Je valt weer dood. Ik heb helemaal geen levels meer. Oh my god. Dat is zo... Maar ja, ik kan in ieder geval iets voor je maken. Iets. Gadverdamme. Het is zo irritant als je een haar in je mond hebt. Ja. Zo. Okay, ik ga even iets voor je samenvoegen. Okay. Even kijken. Wat wilde ik doen? Deze en... Oh, dit is mijn eigen. Deze twee ga ik samenvoegen. Kijk wat hieruit komt, mensen. Werkt dit? Boom! Boom! Deze is sick. Deze ga ik aan jou geven. Okay. En deze ook. Oh nee, deze is voor mezelf. Oh ja, deze is wel echt ziek goed hoor. Deze is... Ik heb echt... Ja? Ja, jongen. Dit wordt echt... Jongen, je wordt de blitz, jongen. Alle meisjes komen naar je toe. Iedereen wil alles van je hebben. Alle bitches willen op me lijken. Mm. Shout-out naar de jeugd van tegenwoordig. Ja, echt lekker. Man, flikker op haar. Nu ben je echt boos op alles. Nu word je gewoon... Wow! Een diamond sword. Ook al is die niet enchanted. Dat ziet er ook sick uit, man. Ja, heb je dat ooit al eens gezien? In jouw texture pack. Ja, gewoon een normale diamond sword zonder enchanted. Enchantment. Tuurlijk. Wow, dat ziet echt vet uit. Deze neem ik allemaal mee. Die ga ik allemaal in de kist doen boven. Au. Zo, ik kom weer naar boven. Ik ga kijken hoe het met jouw huis ervoor staat. Ik ga het zelf ook een cijfer geven als die helemaal af is. En dan ben ik benieuwd of ik een beetje op dezelfde lijn zit als de kijkers. You won't be disappointed. Okay, nice. Nu ben ik nog meer benieuwd. Zo, sowieso ga ik die Depthslider 3 missen in het nieuwe seizoen, jongen. Want op Ja, man! Wat is er kapot? Ja, dit. Oh, dat is lullig. Nou, val nog maar mee. Hier, ik heb wat. Ik heb je back, jongen. You got my back. Okay, komt ie, hè? Ben je er klaar voor? Boom, jongen. Boom, jongen. Wat is het? Yes! Yeah, ik had geen levels meer, okay? Maar wacht, kijk deze. Deze is echt sick. Deze ga je echt zo fijn vinden. Oh, respiration. Dan kan je vet lang onder water, hé. Hey, check dit. Dit wordt nog mooier, jongen. Deze is echt ziek. Volgens mij is dit het ziekste wat er is. Projectile verder vallen. Oh, alleen projectile is jammer. Hoezo? Nou, omdat het alleen voor arrows beschermt. Tegen arrows, voor de rest niet. Maar zo, je hebt een ondankbare trut. Wat? Wat? Wow. Het is goed, toch? Het is goed, dankjewel. Ik waardeer het heel erg. Okay, gelukkig. Ik waardeer het. Wow, we hebben gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamond helmets. Wel van 3 enchanted. Why? Why? What? Why? Zijn er nog meer quartz blocks? Even kijken. Heb jij ze allemaal... Ja, nog eentje. Nog één quartz blok? Ja, er is nog één quartz blok hier. Okay, nou... Doe maar. Kom maar op. Wil je die hebben? Ik wil hem hebben. en nog 2 quartz sters. Okay, ja, die wil ik ook. Okay, hier. Komt ie hoor. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Yes! Oh ja, en hier, kijk, dit is het zwaard. Oh. Kijk, maar zwaard had ik al. Ja, maar die niet enchanted is, kijk. Oh, ja, deze is enchanted. Die ziet er echt heel anders uit dan, hè? Oh ja, inderdaad. Hij is zwart. Ja, hij is gewoon zwart. Ja. Super, hij is wel vet, cool. Man. Hij is wel echt vet. Ja, hij is echt cool. I like it. Maar wat vind je van mijn huis? Niet doen!
Zo lelijk is die niet. Ik hoorde je wat plaatsen. Ik dacht, je plaatst busjes of zo. Dat hij weer smieg terug te doen. Ja, ik vind het sick hoor, tot nu toe. Ach. Struggles met... struggles met mijn haren. Terwijl ik net naar de kapper ben geweest. Echt raar. Ja, fresh. Gadverdamme. Zo. Dat is beter. Kijk, dit wordt de tweede verdieping en daar gebeurt de magic. Weet je wat leuk is? Ik ga ik ga F1 modus en dan ga ik jou verder zo zien bouwen. En dan ga ik het ondertussen hebben over weetjes. En dit zijn weetjes over eten en drinken die jij waarschijnlijk en misschien de kijkers nog niet weten. Oké. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben klaargeboren. Wist jij dat honing nooit bederft? Ja. Fuck jou, man. Dit is niet leuk. Volgende. Je moet een half uur fietsen om een banaan te verteren. Dat wist ik niet. Yes! Hij wist het niet. Ik wist het niet. Man, maar een banaan is toch juist super goed voor je? Nou, weet je, volgens mij... Ja, mijn moeder zei laatst ook... Ja, nou, je moet niet te veel bananen eten, hoor. Dat is niet goed voor je. Ik dacht, ja, maar de laatste tijd is niks goed voor je. Dat boeit me echt niet meer. Nee, ik had begrepen dat... wacht. Ik ga een Pikachu vangen voor jou. Oké. Voor je huis. Kijk, ik heb een dier voor je huis meegenomen. Kom hier. Doe maar, ik heb hem nodig. Ja, kom hier. Eigenlijk niet, maar goed. Zo. Oh, fucking... Yo, dit ding heeft ADHD, dat is niet normaal. Hey, ik heb niet echt... Nou ja, het komt goed. Ik heb niet genoeg cardblocks. Waarom komt hij niet met me mee, graftak? Wow. Kom hier, jij. Ja, hij wil die banaan verteren. Ja, kom nu eruit. Kom eruit. Oh my god. Ja, goed zo. Oké, nu die dicht. Ja, nu heb ik je, jongen. Kom hier, jij monster. Het is wel een monster. Doe hem in mijn huis. Hij heeft echt zijn eigen weg. Eigen wil. Een eigen wil. Hoe kan je nou ooit zo'n beest goed ergens inkrijgen? Nee, maar je kan ze niet als huisdieren. Dat moet eigenlijk wel Minecraft fix it. Maak er huisdieren van. Ja, hij gaat hier in dit huis. Ja, ik laat je hier al zitten, jongen. Alsjeblieft. Hij mag in dat huis wonen. Zo. Quinn heeft eigenlijk nooit meer wat met het huis gedaan, lol. Nou, maakt niet uit. Ik ga wel even vissen. Misschien is dat ook leuk. En ik heb nog leuke weetjes. Ja, kom okay? Ja, verander elke keer van planning. Maar dat maakt niet zo uit. Komt ie, dames en heren. De hamburgers van McDonald's bederven niet snel. Na een jaar zou je het nog steeds kunnen eten. Holy shit. Dat wist ik. Ik heb ooit een documentaire gezien dat iemand probeerde om een maand lang te leven van de McDonald's. En iedereen raadde het hem af, want ja, het is niet goed voor je. En uiteindelijk werd hij ook opgenomen. Ja, omdat maar dat is ook helemaal niet goed, toch? Nee, omdat hij zoveel vet en zo, dat is echt niet normaal. En je hebt daar wel salades en zo, maar dan denk ik van ja, het makes no sense. Het klinkt gewoon niet logisch. Ja, maar die salades zijn nog slechter. De salade is nog slechter. Ja, volgens mij had ik dat ook dat daar meer in zit dan in een Big Mac. Nee joh, ga weg. Nee, ja, zoiets had ik begrepen. Zo, dan word je al helemaal afgezet. Ja. Oké, gaan we door naar de volgende. Cola zou groen zijn als het niet donker gekleurd was. Dat wist ik, want wist je dat de vroegere Coca-Cola altijd groen was? De verpakking. Ja, je hebt het nu ook weer. Ja, nu is het ook weer inderdaad. Alleen dat had je eerder ook al. Om het natuurlijk te laten lijken. Ja, wow. Huh, vang ik nou niks of zo? Wat is dit? Ja, ze gunnen het je niet vandaag. Nee, wat de heck, man. Oké, we gaan door naar andere leuke weetjes. Dit zijn weetjes over dieren. Had ik eigenlijk Link ook erbij moeten hebben. Maar Link die is even aan het fappen. Die is bezig, die kan even niet. Nee. Je zou het niet denken dat die weetjes er nu aankomen. Een kakkelak, ik ben zo vervelend. Een kakkelak kan nog een hele week doorleven, terwijl zijn hoofd is afgehakt. Dat wist ik. Dat is echt creepy. Ja, alleen het lijkt me echt creepy. Dat is een beetje hetzelfde idee als volgens mij is dat nou een salamander of een hagedis. Dat als ze staart eraf staart. Is. Ja, want ik heb ooit op vakantie, wilde ik zo'n beest vangen, alleen, ja, ik had alleen zijn staart. Oh, echt? En dat was super eng, want die staart beweegde gewoon nog. Ja, maar ik weet wel nog dat je als je een worm doormidden snee, weet je wel, dat die dan dat je dan gewoon ook doorging en zo. Oh ja, dat die ook gewoon doorgaat met bewegen. Ja. Ja, super bizar niet. Maar dat is omdat hij meer harten heeft. Hij heeft meer hartjes dan één. Ja, hij heeft wij dan ook één in hartje. Hij heeft meer levens dan een kat. Ja. Oké. Okay.
Man, ik ben zo slecht in vissen. What the fuck? Wat kan ik nog wel? Ja, weetjes oplezen. Komt ie weer. Yeah. Hoewel we banger zijn voor slangen dan voor bijen, sterven er jaarlijks meer mensen door bijen dan door slangen. Dat geloof ik best, want bijen zijn natuurlijk ongelooflijk veel te vinden op de wereld. En redelijk wat mensen hebben een bijenallergie. Ja, klopt. Mijn moeder die is allergisch voor wespen. Alleen dat wist ze niet. Totdat ze geprikt werd. Totdat ze geprikt werd inderdaad. Dat was super eng, want ze was alleen thuis. En ze zat op de computer, ja, met Windows 1998. Hé, niet haten, hè? ik weet het nog precies. Echt zo'n super dik, groot, langwerpig beeldscherm. Dus wat echt de shit gewoon, maar dat hadden wij. Ja. Je weet zelf. En toen was ze administratief werk aan het doen. Ergens in Microsoft World was ze iets aan het typen of zo. En toen uiteindelijk werd ze gestoken en ze voelde zich wat lichtelijk en vreemd. En toen uiteindelijk heeft de buurvrouw haar meegenomen naar het ziekenhuis. En dat was maar goed ook, want ze had kunnen sterven. Want ze had zo'n erge allergie dat als ze binnen... Nu kan het zelfs zo zijn dat als ze binnen een uur niet geholpen wordt, dan overlijdt ze gewoon. Holy shit. Dus ze heeft ook heel erg vaak zo'n spuitje bij zich. Dat als ze wordt gespoten, dat meteen dat gif met zo'n speciaal ding eruit wordt gezogen. Ja, dat hebben we altijd mee op vakantie. Ja, dat is wel zo heel handig. Alleen ik ben niet allergisch voor ja, jij vindt het gewoon leuk om met zo'n ding te spelen, omdat het zo zuigt. Dat is leuk, jongen. Ja, ik heb het ook gedaan. Dat is gewoon grappig. Buik plakken en zo, fucking leuk, joh. Ja, dat deed ik dan weer niet, maar... Oh, okay. Laat maar. Nee, deed ik ook, hoor. Zit op één lijn. Okay. Yeah. Anyways, de plaats van de ogen in het hoofd van een ezel zorgt ervoor dat de ezel tegelijkertijd alle vier zijn poten kan zien. Wie zei dat een ezel dom was? Ik. De plaats van de ogen in het hoofd van een ezel zorgt ervoor dat de ezel tegelijkertijd alle vier zijn poten kunnen zien. Ja, maar wat heeft dat te maken met slimheid? Want wat maakt het uit dat je dan alle vier je poten kan zien? Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet echt. Maar ik bedoel, wij zien toch ook al onze poten? Ja, hier. Twee poten. Oh, en... nee, maar ik bedoel, een hond kan niet al zijn poten zien. Op die manier. Als een hond gewoon normaal staat, dan ziet hij niet al zijn poten. En een ezel, zijn ogen zitten op zo'n degelijke manier in elkaar dat... Dat hij al zijn poten vanaf elke hoek kan bekijken. Nee, dat hij gewoon vanaf waar hij kijkt. Dat ja, want de ogen van de ezel zitten meer een beetje aan de zijkant. Ja, klopt. En daarmee, een hond en een kat niet. Daarmee hoeft hij maar een klein beetje naar rechts of links te gaan. Dan kan hij gewoon naar achter kijken. Ja. Maar wat denk je van een L? Die kan gewoon zijn eigen anus zien. Nee, maar als een ezel bijvoorbeeld, die trapt ook als je achter hem staat en zo, dat soort dingen. Ik denk dat hij dan jou gewoon ziet. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat ziet hij gewoon. Oké, de volgende. Dolfijnen slapen met hun ogen open. Ja, dat wist ik. Ja? Zo vreemd. Ik heb wel eens iemand zien slapen met zijn ogen open en dat is fucking eng. Dat lijkt me echt creepy, jongen. Dat is echt super eng. Maar ook gewoon in het donker. Dat is echt heel vreemd. Lijkt net alsof hij dood is, zo. Ja. Ja, want je kan wel je ogen beetpakken en dan ze naar onder doen. Dan zie je zo alleen maar wit. Nou, en dat zie je dan soms als ze slapen, omdat dan ga je ogen in slaapmodus, ja. Fucking creepy. Ja, het is echt super creepy. Ik vind het ook altijd eng als mensen in hun slaap gaan lopen of zo, weet je, als slaap wandelen of dat ze gaan praten in hun slaap. Dat is allemaal kut. Ja, ik ging heel erg vaak slaapwandelen in mijn slaap. Ja? Ja, dat was echt een dingetje van mij. Ik kon er niks aan doen, deed het automatisch, maar ik heb dat zoveel gedaan toen ik klein was. Dat was jouw jam. Ja, maar het is gewoon gevaarlijk als je iemand wakker maakt, hè, tijdens slaapwandelen. Ja, dat heb ik nooit gesnapt. Waarom is dat gevaarlijk? Nou, omdat mensen... je kan nooit inschatten hoe ze reageren. Ze kunnen heel erg lief reageren, maar ze kunnen ook heel agressief worden. Oké. Okay. En dat heeft iedereen zo. Ik heb zelfs ooit een documentaire gezien. Ja, moet je niet bang worden, mensen. Want het is nooit geconstateerd. Het is nooit bewezen dat het echt waar is. Maar ik heb ooit een documentaire gezien. En iemand die had zijn eigen vrouw vermoord. En hij gaf als excuus. Dus gewoon, ja, waarom heb je dat gedaan? Hij zei, waarom heb je dat gedaan? Ja, ik was aan het slaapwandelen. En toen is hij opgenomen. Toen is hij niet naar een gevangenis, maar een speciale inrichting geweest. Toen hebben ze daar testjes gedaan. En toen hebben ze allemaal van die apparatuur en zo, hebben ze op hem gekoppeld. En dan kan je zien dat als hij aan het slapen is, dan kan je zien of hij daar veel last van heeft of niet. Dat kunnen ze zien met een bepaald apparaat. Ja. En hij had daar inderdaad heel veel last van. Hij was heel vaak aan het slaapwandelen. Maar het is nooit echt duidelijk geworden of hij dat echt in zijn slaap heeft gedaan of niet. Dat is echt eng. Ja, super eng toch? Echt heel erg bizar. Lijkt me echt kloot, joh. Het is echt heel erg creepy. Maar we gaan snel over naar een ander onderwerp. Naar een ander weetje. Kun je geen lekker eten vinden? Eet dan jezelf op?
Wormen eten zichzelf ook op als ze geen voedsel kunnen vinden. Nou, hey, leuk onderwerp. Hey. Ja, echt. Wat een dom weetje. Ja, slaat dat eet jezelf ook op. Dat is echt onnodige informatie erbij jongen. Nee, dat is lekker handig. Oké. Okay. De tong van een giraf is zo lang dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken. Hoe lang? Nou, alsof je dat wil. Zo lang. Zo lang. Zo lang. Hoe lang is een Chinees? Die heb ik echt... Chinees! Karamba. Die heb ik zo lang niet begrepen, hè? Hoe lang is een Chinees? Hoe lang? Maar voor de mensen die het nog steeds niet weten, ik weet zeker dat de mensen erbij zitten, maar hoe lang is een Chinees? Dus dan denk je van hoe lang, van hoe hoog, weet je wel. Maar de naam, hoe lang, dus net zoals Rick is een Chinees, of Patrick is een Chinees, is hoe lang, dat is gewoon zijn naam. Het is gewoon zijn naam. Ook een Chinees. Hey, voor de mensen die het nog niet wisten. Anyways, ik ben het zatte vissen helemaal zat. Wow, dude, dit ziet er sick uit, man. Mooi, hè? Ja, het is echt mooi, gast. Zo, en dan even ondersteuning neerzetten. Ja, dit ziet echt sick uit. Het is een mooi huisje. Alleen, ik had geen kwarts meer, dus ik moest de bovenverdieping van snoden. Ik zet ook even ondersteuning neer voor je. Oké, laten we dat... Nee, maar heel even serieus. Dit is wel mooi, maar dit vertrouw ik niet. Want Link komt dadelijk weer online, weet je. Je zet het gewoon aan. Het ziet er wel vet uit, laten het we eerlijk zijn. Het is vet, maar we gaan het niet doen. Je durft het toch niet? We durven het niet aan. Ik zet er wel sneeuw neer. Ja, maar als je naar de bovenverdieping gaat... Okay, geef ik jou deze jukebox. Hier. Oh, ja. Jij mag die jukebox een mooi plekje geven. Oh, dan pak ik even een cd'tje voor je ook. Hij ligt hier op de grond. Even een mooi muziekje. Mooi muziekje. Wel een leuke, hè? Ja. Niet ik ga een mainstream liedje. Nee, ik ga je een hele zeldzame geven. Oh, oké. Okay. Je hebt alleen maar gele, alleen maar groene. Maar die zijn dus niet zeldzaam. Maar je hebt ook paarse en rode en zo. Ja, je krijgt altijd die groene. Ja, zo vaak. Maar ook die gele, hoor. Dat zijn een beetje twee standaard... Maar waar is die jukebox? Ik zie hem hier ja, niet liggen. Ik heb hem weer even opgepakt omdat ik naar binnen moest. Hij ligt nu boven. Oké, kom eraan. Wow, dit is wel krap, man. Ja, klopt. Oh, daarom wil ik ook alles op de bovenste verdieping maken. Oh, sick. Oké, en waar wil je die jukebox hebben? Nou, dat mag jij bepalen. Even kijken. Misschien is het wel een leuk idee als ik dat hier doe. Of kom je er dan niet meer langs? Nee, dan kom je er niet meer langs. Ik dacht, misschien zet ik hem hier neer zo. Nee, zet hem boven neer. Oké, boven. Ja, dan gaat de muziek helemaal rond over heel het dorp hier. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is de bedoeling. Oké, dan zet ik hem gewoon hier neer. Let op, hoor. Oh ja. Aha. Lekker. Deze is jazzy, hoor. Deze vibe. Okay. We gaan een rap maken op deze mooie muziek, want je weet zelf. Oh! Oh! Yeah. Slechte. Wat weet je daarvan, hè? Niks. Oh, dit wordt gewoon een groot dakbalkon. Groot dakbalkon. Oh, dat is vet. Dat is nice. Oké, Jeremy die gaat het afmaken. En dan de volgende aflevering kunnen jullie hem helemaal zien. Maar jullie mogen nu al dus een cijfer geven. Ik vind het tot nu toe een 7. En ik ben heel erg benieuwd dat als hij af is, dan zal waarschijnlijk mijn cijfer nog hoger worden. Hangt vanaf hoeveel moeite hij nog in het dak gaat steken. Ik zou zeggen, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check ook even Jeremy's kanaal. En tot morgen om 7 uur. Peace. Mama? Hoi. Wat voor moeder zegt nou... Hoi. Oh. Lieve moeders. Lieve moeders. Shout-out naar alle lieve moeders. Dat is zo'n moeder die gilt naar de kind. Zo weet je wel, als die langsloopt met zijn A-diploma. Hoi. Ja. Hoi. Sommige kinderen vonden dat heel ongemakkelijk, ik niet. Want mijn moeder deed het eigenlijk ook niet echt. Maar als ik mijn moeder ooit tegenkwam, als ik buiten aan het hangen was of aan het chillen, dan zei ik gewoon, hi mam. En dan zei mijn moeder gewoon, hi. Maar je hebt sommige moeders en dan zegt dan, hey Patrick! Patrick, hi! En dan wil die moeder laten weten dat hij de kind heeft gezien. En dan Patrick echt zo van, oh nee, dit is zo ongemakkelijk. Ik ben met mijn vrienden, Patrick, kom eens! Kijk wat ik heb gekocht! Oh, ken je dat? Ja, ik ken het. Oh man. Dat is niet mijn moeder. Dat is ook niet mijn moeder. Dat is heel erg lief. En ja, een beetje ongemakkelijk.